je imago? Hoe presenteer je je nummer? Hoe ziet je clip eruit en hoe ga je om met de pers? In deze aflevering van Bureau Eurovisie onderzoek ik hoe je een winnend imago maakt. En om daarachter te komen krijgen we advies niet alleen van de oud-deelnemers. I think in 2 weeks I've got 115 interviews. Maar ook van iemand die natuurlijk als geen ander weet hoe je een imago moet bouwen, Nicky de Jager. Oh mijn god, tips om met de pers om te gaan. Gaan we op de koffie bij, en ik verklap je nu al, dat wordt super gezellig, Lenny Koer. Wat ze ook zouden zeggen, ik zou hem het echt aan mijn laars hebben gelapt. Maar we spreken ook Duncan Lawrence, want wat is zijn geheim van zijn imago? Als je daarover kan praten in elk interview, dan word je eigenlijk alleen maar sterker. Om erachter te komen hoe je zo'n winnend imago bouwt en hoe dat dan overkomt bij al die miljoenen televisiekijkers, heb ik in mijn huiskamertje hier op de Euromast niemand minder dan Mr. Eurovisie, de uitvoerend producent van het hele feest dit jaar, Sietse Bakker. Sietse, wat is een uitvoerend producent? Wat doe jij eigenlijk? Als je het Songfestival mag organiseren, dan moet je in een hele korte tijd een enorm team samenstellen. En ja, dan bouw je eigenlijk gewoon een soort bedrijf op. En als uitvoerend producent ben je helemaal eindverantwoordelijk voor dat bedrijf dat het Songfestival gaat maken. Volgens mij moet je niet een hele control freak zijn in jouw baan, of juist wel? Nou, misschien wel, want devil is in the details, dus je moet overal op letten. Maar gelukkig werken we met heel veel goede mensen die ontzettend hard aan het werk zijn om de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Dus jij bent eigenlijk gewoon echt Mr. Eurovisie dit jaar? Nou, er zijn heel veel Mr. Eurovisies. Hè. We hebben jou, we hebben Cornel Maas, natuurlijk onze commentator. En Duncan, die natuurlijk ook die titel verdient, want die heeft na 45 jaar de winst weer naar Nederland gehaald. Dit is niet de eerste keer dat jij verantwoordelijk bent voor een songfestival. Laten we eens even kijken. Ja. He makes sure that everything goes according to the rules. How is the voting going, Mr. Bakker? Goedenavond, Amsterdam. Good evening, Europe. Hallo, Mr. Bakker. Ewout, thank you so much. You're giving us a fantastic show. Wat ben je goed opgedroogd ook. Wat een broekie. Hoeveel edities van het Songfestival heb je ondertussen meegemaakt? Nou, ik ben zelf sinds 2003 bij het Songfestival geweest. Dus ik heb er nooit één gemist. En ik heb ook 2 jaar Junior Songfestival mogen leiden, waarvan 1 keer in Nederland. Nou, wat was je eerste baantje bij het Songfestival in die hele organisatie? Nou, ik was eerst bij het Songfestival omdat ik een fansite runde. Dus ik was er als geaccrediteerde journalist. En in 2006 werd ik door de organisatie gevraagd of ik ze wilde helpen bij het opzetten van de internettak. Was dat een droom die uitkwam, of heb je daar nooit zo over nagedacht? Dat je ook überhaupt bij het Songfestival zou kunnen werken? Nee, ik was als kind wel altijd heel erg gefascineerd door media en televisie. En dan lag ik voor de tv, lag ik de logo's van alle omroepen na te tekenen op ruitjespapier. Oh, dat deed ik ook. Oh. Dat mag, hè? Mag je gewoon toegeven. Het fascineerde me wel altijd al. Ik had het niet verwacht, maar here we are. Noem eens een paar redenen waarom dit event voor jou zo bijzonder is. En wat ik heel mooi vind aan het Songfestival is dat het is zo tolerant, het is zo open, het is voor iedereen, iedereen is welkom, het is feest, het is verbroederend. En het is eigenlijk het enige wat we in Europa hebben, behalve sport, dat op die manier mensen bij elkaar brengt. Het is een mooie familie. Het introduceren van een nieuw lid in die grote Eurovisie-familie, dat gaat natuurlijk met militaire precisie. Daar wordt heel lang aan voorbereid. Laten we eens even kijken hoe Jean-Gu zich voorbereidde op het presenteren van Birth of a New Age. Ja, dit is natuurlijk de eerste keer, Sietse, dat Nederland, maar ook de wereld Jean-Gu ziet met dit nummer. Hoe belangrijk is die eerste indruk? Ja, je kan echt maar 1 keer een eerste indruk maken. Dat is het moment waar de fans reikhalzend naar uitkijken, de songfestivaljournalisten en de mensen die geld inzetten bij de boekmakers. Dus dan zie je meteen bij zo'n introductie dat er allerlei verschuivingen plaatsvinden. Maar ik dacht aan de andere kant, het is ook maar gewoon het begin van een hele lange reis. Want dan krijg je nog de clip, dan komt hij nog in tv-programma's en in radioprogramma's. Dat je allerlei momenten nog hebt om, nou ja, het beeld dat mensen van je hebben misschien bij te stellen. Ja, dat klopt. Alleen je ziet ook dat media eigenlijk al vanaf het moment dat je je liedje introduceert, dat haaf ik erbovenop. Je neerzet dat ze er bovenop gaan. Ja. En er al heel erg gesproken gaat worden over winkansen. Toen de Common Linnets naar het Songfestival gingen, toen zeiden we in Nederland bij de presentatie van, oh, dat wordt helemaal niks, we gaan niet eens naar de finale. Ja. En pas toen het in Kopenhagen op het podium stond, zei iedereen, wauw, dit is echt, dit is waanzinnig. Dit kan het nog wel eens heel goed gaan doen. Toen werden we 2e. Noem eens even een paar punten, Sietse, als je wil, waar je aan moet voldoen om die goede eerste indruk te maken. Ik denk dat je sowieso gewoon een goed nummer moet hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat je
als artiest ook een verhaal te vertellen hebt. En je moet toch op een of andere manier een klik maken bij de fancommunity. Want die fans, ja, die ontsteken dat vuurtje eigenlijk. En op basis daarvan gaat media ook dingen hypen. Wat ik me ook nog afvroeg, vorig jaar kwam Jean-Guy's nummer eigenlijk onbedoeld al eerder in de media. Dus dat is dan een soort ongecontroleerd moment. Wat betekent dat voor een inzending? Dat is wel jammer als je een mooie presentatie hebt voorbereid, dat dan ja, daar gaat je eerste indruk. Dikke pech. Ja. Maar het kan ook weer een hoop hype veroorzaken. Dus het hoeft ook niet altijd slecht te zijn. Soms bedenk je van tevoren ook wel van misschien kunnen we wel vast. Nou, ik denk dat er, volgens mij gebeurt dat in Nederland niet, maar ik denk dat er internationaal in Songfestivalland af en toe wel stiekem even iets gelekt wordt. Om het vuur een beetje aan te wakkeren. Ja. Nou, dan heb je je eerste indruk gehad. En dan komt eigenlijk het tweede belangrijkste, namelijk je videoclip. Want ja, die gaat de hele wereld over, kan iedereen keer op keer bekijken. Duncan Lawrence had een hele mooie voor Arcade en die is gemaakt en bedacht door Paul Bellaert. En wij hebben even met hem gesproken. Paul Bellaert is het meesterbrein achter de Songfestival videoclips van Calm After the Storm en Arcade. Bellaert staat liever achter de camera dan ervoor, maar toch wilde hij het verhaal achter Arcade met ons delen. Direct na de eerste luistersessie wist Bellaert hoe hij Arcade naar beeld moest vertalen. De beeldtaal is die van de kwetsbare mens. Naakt waar mogelijk en zonder ballast. Blauw, een kleur die zowel diepte als hoogte suggereert, oceaan en lucht. Het idee werd meteen goedgekeurd, maar nu nog naakt dat water in. We hebben het eerst met een soort doorzichtige onderbroek geprobeerd, maar dat werkte niet onder water. Dus is Duncan gewoon maar zo het zwembad ingesprongen, vertelt de regisseur. De hele omgeving van Paul hielp mee. De schuur van zijn buurman werd gevuld met rook en werd omgetoverd tot een ware filmstudio. Ter plekke figureerden zijn buren in deze videoclip. Ze kwamen eigenlijk eerst gewoon kijken, vertelt de regisseur. Onwetend over de winst van Duncan stond Paul met zijn omgeving aan de wieg van dit succes. Ja, hoe vond je deze Sietse? Klein, puur en toch ook wel weer heel erg gefocust op de muziek. Het lijkt niet af van de puurheid van het nummer. Dat is goed gedaan. En in hoeverre draagt dit dan bij aan het succes? Nou, die nummers die komen eigenlijk steeds eerder uit. En sommige songfestivalliedjes zijn al vanaf oktober, november bekend. En tussen het moment van bekendmaking en de grote shows live op het podium heb je enorm veel tijd om te vullen. Ik bedoel, je probeert toch rekening te houden met wat mensen in Ierland leuk vinden en wat mensen in Rusland leuk vinden. Er moet toch een soort grote gemene deler in zitten of zo. Misschien dat ze wel heel erg gechoqueerd waren van die blote kont. Nou, misschien, dat weten we niet. Het heeft blijkbaar toch goed gedaan. Ja. Want ook op basis van de videoclip bleef Duncan gewoon stevig bovenaan staan. Ja. Maar wat je wel ziet is dat het Songfestival liedje volgens de geëikte regeltjes, dat eigenlijk niet meer bestaat. Dat zie je terug in de muziek, in de keuze voor artiesten, maar zeker ook in de videoclips. Kan een clip ook tegen je werken? Ja, misschien wel. Ja, alles kan tegen je werken natuurlijk. Ik denk dat dit jaar hebben we ook een goed voorbeeld van de kandidaat van Noord-Macedonië. Die had in zijn videoclip een kunstwerk. Ik geloof iets dat op een Bulgaarse vlag leek. Nou, dat leidde tot een hele rel. Hij moest zijn excuses aanbieden. De videoclip moest worden bewerkt. Maar ik denk niet dat impact heeft straks op zijn resultaat hier in Rotterdam. Nou goed, dan hebben we dat hele traject gehad van de clip en de presentatie van het nummer. En dan heb je koffers gepakt, gaan we naar het Songfestival en dan kom je terecht in dat mediacircus. Wij vroegen oud-deelnemers hoe ze daarmee omgaan. Hi, Jeroen. Hi, Jeroen. Hi, Jeroen. Hi, I'm Johnny Logan. Hi, Jeroen. You know, when I did Eurovision in 97, it was just a couple of, you know, TV stations, a couple of radio stations. So now it's become quite the thing. So you do have to have a lot of energy if you're going into this to be prepared to deal with the media craziness. I think in 2 weeks, I've got 150 interviews. So, in different languages. When we step out of the hotel, there were a lot of cameras and all the media came to us and no one else. It felt good. Speak, 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 answer, answer, answer. I can sing this song thousand times, but all this media craziness, it's really hard. Newspapers, television stations, record companies were really on top of the Eurovision. It was a really big thing because there was no such thing as streaming, there was no such thing as online interviews. If you won the Eurovision, you were in the news for for months, not for 2 days. I don't think I'm the youngest winner, but I think I am one of the youngest, definitely, and it's crazy. I mean, sometimes I feel like, was that me or was it like someone else's life that I kind of experience? Ah,
Je wordt toch al moe, Sietse, als je eraan denkt dat het ten eerste dat je voor bijna 200 miljoen mensen op televisie moet gaan optreden en dan ook nog eens 155 interviews. Daar ben je toch helemaal niet mee bezig als artiest? Dan wil je toch alleen maar gewoon je nummer doen? Ja, sommige artiesten die gaan daar ook voor. Die laten zich zo min mogelijk zien in het perscentrum. Maar de dat meeste, kan, die dat, keuze heb je? Ja, je hebt een paar verplichte nummertjes, maar verder kun je gewoon opsluiten in je hotelkamer. Wat zijn die verplichte nummertjes dan? Nou, je hebt sowieso twee keer ongeveer een half uurtje om te repeteren. Dan kun je gewoon een paar keer je nummer doen op het podium. Handig, ja. En daarna heb je dan een persmoment, ook 20 minuten, een half uurtje. En dan sta je even de pers te woord. Maar dat zijn wel weer misschien een paar miljoen stemmers. Ja, en dat realiseren die artiesten zich ook. En die genieten er vaak ook wel van dat ze zo in het middelpunt van de internationale belangstelling staan. Het is vaak een, nou ja, een once in a lifetime kans. Dus die wil je dan ook met beide armen grijpen. Wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk voor die begeleiding? Ben jij dat als uitvoerend producent ook? Of ligt dat echt bij de delegatie zelf? Nee, gelukkig niet, want ik heb al een hoop andere dingen te doen. Dat ligt echt bij de delegatie zelf. Ze hebben een delegatiehoofd en een persvoorlichter. En natuurlijk oud-deelnemers. Die delen de verhalen, delen wat ze hebben meegemaakt. En op basis daarvan kan je zo'n artiest dan een beetje voorbereiden. Heel af en toe wordt het de kandidaten toch een klein beetje te veel en bezwijken ze onder al die druk in de media. Sylvia Knight in 2016 kwam uit voor IJsland. Nou, kijk zelf maar. You know, I'm not the slut from Holland and I'm not the ugly fucking old bitch from Sweden and... This is not good. Why are you saying... Fuck you! Ja, die verontwaardiging ook bij die journalisten. Ja. Oh. Ja. Ik heb hier nog heel even, maar dat kan mijn cynische inborst zijn, aan getwijfeld van misschien was dit wel opzet of zo, dat ze dit zo bedacht hebben. Nee, dit is natuurlijk gewoon gespeeld. De Sylvia Knight was een karakter van een actrice, een zangeres. En zij had die rol helemaal, nou ja, tot in de puntjes voorbereid. En dit was natuurlijk allemaal onderdeel van één grote publiciteitsstunt. Het is toch dodelijk vermoeiend om daar de hele tijd in te zitten? Ja, ik denk dat het dat ook was. Het is wel heel mooi om te zien dat er dan journalisten zijn die dat niet begrijpen en het allemaal heel serieus nemen. En stel nou dat er wel, en Sylvia Knight was dan een soort act, maar stel dat er iemand echt helemaal flipt en die denkt, oh, ik kan het niet meer aan, die verantwoordelijkheid en de druk en ik moet mijn land vertegenwoordigen. Ligt er dan nog een soort verantwoordelijkheid bij jullie? Grijpen jullie dan in of is dat echt puur bij de delegaties? Nou, soms jeuken je handen wel om iets te zeggen of om te helpen of om advies te geven. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Want het is een wedstrijd. En de publiciteit is toch ook een beetje onderdeel van die wedstrijd. Dus je moet ze lekker hun gang laten gaan. Van hun fouten laten leren en hun eigen publiciteit doen. En dan is het grote moment aangebroken. Dan kom je aan op dat Songfestival en beland je in het allergrootste mediacircus dat er maar bestaat in heel Europa. Wij vroegen aan oud-deelnemers hoe zij met die gekte omging. I have my light even here. Right? Oh, now it's much better. Yeah. You should know all things about your country. What is Ukraine? Where is it? For example, there's no reason to, you know, become an asshole unless you are already are. The best advice I can give is to be yourself. You must control every single word, every detail of your communication with the media. I don't like hate. I love to hear critics, but when, like, critics are on personal thing, you know? But I'm very fine because I know who I am. I like my life. Practice. What will you say if someone asks you this or that, and to have some good people around you so you're not all alone in this crazy thing. And not to be afraid, express your thoughts and express who you are. Stay concentrated and not give all. You know what I mean? Ik vind dit toch een fascinerende tegenstelling, want eigenlijk wat ze allemaal zeggen, de grote gemene deler, is wees jezelf, maar probeer niet al te veel jezelf te zijn. Je hebt 3 minuten om te zingen. 40 seconden waarin de commentatoren je even kunnen voorstellen. Snedige teksten. Dan moet je heel erg authentiek zijn, heel erg jezelf zijn. Maar je verhaaltje moet in 40 seconden samengevat kunnen worden. Bijvoorbeeld Måns Zelmerlöw, die voor Zweden won in 2015 met Heroes. Ja. Dat was een nummer dat ging over hoe je, ondanks dat je vroeger gepest bent op school, dat je, nou, toch
iets kan bereiken in het leven. Dat was het verhaal van het nummer. En dat is ook het verhaal dat hij daar de hele tijd vertelde over hoe hij gepest was in zijn jeugd. En nou ja, dan weet de commentator van oké, dan is dat het verhaaltje wat we gaan vertellen. Oh, ik vind het zo leuk dat ze erbij is. Elke aflevering is Nicky de Jager hier in Bureau Eurovisie. Normaal gesproken is ze natuurlijk heel erg fan van het festival, maar ze is natuurlijk ook enorm ervaringsdeskundige als het gaat over imago en als het gaat over hoe ga je met de pers om en hoe presenteer je jezelf. Dus ik zou zeggen, lieve Nicky, kom er maar in. Hey Jeroen! Oh mijn god, tips om met de pers om te gaan. Probeer het voor jezelf elke keer in nieuwe woorden te vertellen. Want als je elke keer 100 keer hetzelfde verhaal moet vertellen in precies dezelfde woorden, dan wordt het voor niemand leuk. Het is heel erg lastig om te bepalen wat je nou laat zien. Het is vooral waar je zelf oké mee bent. Als je zelf denkt, nou als dit verhaal groot wordt en mensen gaan me daarom herkennen en ik ben daar oké mee, dan is dat goed. Maar je moet nooit voor jezelf denken, oh, ik ga nu even iets spannends zeggen of ik ga dit delen, want dan kom ik niet in de pers. Terwijl je daar niet volledig achter staat. Jij zelf bepaalt, dit kan en dit kan niet. Ja, dat is natuurlijk super interessant wat ze zegt. Want je moet dus eigenlijk als artiest gaan bedenken waarom je bekend zou willen staan. Wat is je verhaal? Je hebt maar 3 minuten. Ja. En je kunt heel erg je best doen om daar een verhaal in te vertellen. Maar ik denk dat het lang niet zo vaak overkomt als dat artiesten zouden willen. En in hoeverre mag dat? Ook vanuit reglementen? Ik bedoel, waar ligt de grens dan? Het is een beetje een grijs gebied. Hè? Want enerzijds zeggen ze, ja, het Songfestival is niet politiek. Ja, je mag het niet gebruiken om een politieke boodschap uit te dragen. Ja. Maar wat is politiek? Hè? Het kan ook een sociaal-maatschappelijk thema zijn dat je wil uitdragen. En dat is altijd een fine line voor de organisatoren om daar wel op te letten. Maar je wil er ook voor zorgen dat niet elk liedje over liefde gaat. We gaan terug naar het jaar 1969, toen Nederland ook het Songfestival won. Lenny Koer met de Troubadour, zij flikte dat. Maar het is toch een heel andere tijd, een hele andere herinnering dan dat het voor Duncan Lawrence is geweest. Wij mochten op de koffie bij Lenny Koer. Mijn naam is Lenny Koer. Ik was 19 jaar toen ik het Eurovisie Songfestival won. En in principe kan ik zeggen dat ik met dit lied, de Troubadour, wat eigenlijk een andere term is voor singer-songwriter, dat ik mijn eigen leven heb geïnitieerd. Want dat ben ik tot op de dag van vandaag. Toen Lenny de uitnodiging kreeg voor het Songfestival, zat ze gitaar te spelen in haar meisjeskamer. En op een gegeven moment hoorde ik mijn moeder iets roepen van onderaan de trap. Mijn moeder zei, Len, Len, je bent uitgenodigd voor het Eurovisie Songfestival. En ik zei, oké, mam, ik kom later wel. Ik besefte eigenlijk niet goed wat ze zei. Ik kwam op een gegeven moment naar beneden en inderdaad, daar stond het. Tussen uitnodiging en optreden zit nog een hele voorbereiding. In die tijd was het nog niet zo dat er zo'n heel team om je heen was die je verzorgde. Dat bestond gewoon niet. Dat was allemaal uit eigen initiatief. Ik had gelukkig een manager, echt een Parisienne, die een hele goede smaak had. Toen ik mee zou doen aan de nationale finale voor het Eurovisie Songfestival, zei zij al tegen mij, we gaan naar een hele goede couturier. En daar werd dus echt gekeken naar wat straal je uit, hoe moet je er dan uitzien? En ze kwamen erop dat ik dus een eenvoud uitstraalde, dus een soberheid, puurheid. Maar het mocht chic zijn, dus echt wel, echt Frans ook wel. Ik geloof niet dat ik iets zou doen tegen mijn smaak of tegen mijn zin in. Het moet goed voelen, je moet je er lekker in voelen, je moet goed kunnen spelen. En ik was helemaal wel eens met zijn visie. En als ware troubadour blijft Lenny verder zingen. Het is ook heel mooi dat in deze tijd ik de uitnodiging kreeg van de platenmaatschappij Excelsior. We zijn al bezig in het proces, dus ik weet zeker dat het een prachtig album wordt. Als Eurovisie-legende heeft Lenny nog wat wijze woorden voor toekomstige deelnemers. Ik geef geen enkel advies, want ik was in die tijd heel eigenzinnig. Wat ze ook zouden zeggen, ik zou het echt aan mijn laars hebben gelapt. Als jij het mooi en fijn vindt, dan vinden dat met jou duizenden anderen ook. Wat een ontzettend leuk mens sowieso. En ik vind het heel interessant, omdat ik best wel vind dat er raakvlakken zijn tussen Lenny Koer, haar act, en wat Duncan Lawrence uiteindelijk gedaan heeft. Duncan wilde ook echt een statement maken, hè? Music first. Dat zei hij ook toen hij gewonnen had en daar met het trofee stond. En dat was de Troubadour natuurlijk ook. Dat was op en top muzikaal. Ja. Maar wat zou het grote verschil zijn?
tussen die tijd en nu? Nou, sowieso dat 1969 een ongelofelijke klerenzooi was achter de schermen. Omdat er dat jaar, door hoe de puntentelling verliep, 4 landen wonnen. Daar waren geen regels voor, dus moesten ze tijdens die live-uitzending improviseren. En toen heeft de organisatie maar gezegd, nou, dan winnen er dit jaar 4 landen. En toen begon natuurlijk de strijd, want wie mag het dan het jaar daarna organiseren? Er zijn natuurlijk heel veel artiesten die een keer shinen op het Songfestival en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Lenny heeft dat op zich best goed gedaan, want we hebben daarna nog best wel, ja, ze is er altijd geweest. Ja, het risico van aan het Songfestival meedoen en zeker het Songfestival winnen is dat er, dat noemen we dan even het Nicole-syndroom. Dat aan je gaat, hè, de Ambition Frieden. Waar ken je Nicole nog meer van? Precies. Ja, nou, Nicole is Ambition Frieden. En dat blijft dan je hele leven, je hele carrière blijft dat aan je plakken. En dan moet je dus elke keer komen opdraven om dat ene nummer te zingen. En dat is voor een artiest is dat even leuk. En na een tijdje is dat natuurlijk strontvervelend. Maar hoe doe je dat dan? Van denk na over wat je daarna gaat doen. Aan nieuw materiaal, nieuwe liedjes, aan hoe je jezelf gaat neerzetten. En ik moet zeggen, Duncan heeft dat heel goed gedaan. Ik weet niet, had hij zo klaar liggen, de nummers daarna? En die samenwerking met Armin van Buuren? Nou, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel gezegd van, ik ga me echt opsluiten in L.A. En ik ga daar met producers, ga ik daar mooie nieuwe muziek maken. Er is een mooi album uitgekomen. En hij is er steeds geweest, ook bij ons op Radio 2. We hebben hem steeds, denk ik, oh god, hij heeft weer een nieuwe single. En het was weer een leuk nummer. Ja. Nou, ik weet dat Duncan heel goed begeleid wordt. En dat zijn manager ook echt wel goed nadenkt van, Oké, dat Arcade nu in Amerika succesvol is. Hoe kunnen we dat verzilveren en daarna met nieuwe muziek de Amerikaanse markt veroveren? Onze Duncan Lawrence. En hij stond er op het Songfestival en hij flikte het. Maar de vraag is, hoe ging hij om met dat mediacircus? Hey Jeroen, bij Eurovision heb je ontzettend veel interviews. En soms gaan die zo snel achter elkaar. En soms heb je echt het idee bij interview nummer 20 op een dag dat je denkt, heb ik jou niet al een keer eerder gezien vandaag? Of, weet je wel, dus dat waren het meer gewoon grappige dingen dat ik dacht, hey, we haven't met before. Weet je wel, dat. En als het verhaal rondom je song klopt en je voelt dat in alles wat je bent, dan heb je niks te verliezen. Dan heb je ook niet je persoonlijkheid en je eigenheid te verliezen, omdat dat hetgene is wat je daar komt doen. En als je daarover kan praten in elk interview, dan word je eigenlijk alleen maar sterker in je verhaal. Nou, ik denk dat je uit een Eurovision winnaars ding kan groeien door jezelf te blijven en door gewoon muziek te maken wat je wil maken en het verhaal te vertellen wat je wilt vertellen. En ik ben super trots op mijn deelname en het feit dat ik heb gewonnen. Tuurlijk, ik wil veel meer dan alleen maar het Eurovisie Songfestival winnen. Ik wil uiteindelijk een carrière, of die heb ik inmiddels, een carrière in de muziek, wat super fijn is. En ik denk, zolang je trouw blijft aan jezelf, je eigen muziek blijft maken en je ding blijft doen, net zoals Celine Dion, net zoals ABBA, net zoals alle andere winnaars, dat het dan gewoon goed zit. En je moet je geluk het meeste vinden in datgene wat je doet en niet het resultaat, denk ik. Want zo blijf je altijd gewoon de muzikant die je wilt zijn. Ik vind dit fascinerend. We hebben Duncan natuurlijk ook regelmatig in de studio gehad bij Radio 2. En ik vond het zo bijzonder hoe hij echt, ja, het zichzelf is, en dat klinkt dan als een enorme open deur. Terwijl ik me ook heel goed kan voorstellen dat je juist denkt van, oh, maar nu moet het gebeuren en nu moet ik het doen. Wat is zijn geheim? Ja, ik denk toch, hoe cliché dat ook klinkt, maar toch die authenticiteit. Dat hij echt zichzelf is. Dat hij al zijn energie steekt in het maken van mooie muziek. Dat hij de lat voor zichzelf ontzettend hoog legt. Dat hij nooit aan het Songfestival mee heeft gedaan als doel op zich, maar als middel om zichzelf aan de wereld te presenteren met een mooi nummer. En ik denk dat als we over 20, 30 jaar terugkijken, dat we Duncan Lawrence ons niet alleen herinneren als de jongen van Arcade, maar van nog veel meer mooie muziek. Nou, even kort samenvattend. Dat winnende imago, dat begint natuurlijk al bij de presentatie van je nummer in de livestream. Dan moet je natuurlijk een smashing clip maken waarbij iedereen enorm onder de indruk is. Je moet journalisten inpakken en dat doe je eigenlijk door jezelf te blijven. Maar ook weer niet helemaal. Het beste kan je één thema dat je heel belangrijk vindt voor het leven in het algemeen of iets uit je eigen ervaring pakken, zodat je dat iedere keer kunt vertellen, want het is lekker overzichtelijk. En natuurlijk niet vergeten te genieten. Sietse, ik kan alleen maar zeggen namens ons allemaal en heel Nederland en de rest van Europa, toi toi.
Dankjewel. We gaan het allemaal zien. Heel leuk dat je er was. Dankjewel. Volgende keer in Bureau Eurovisie ga ik verder op zoek naar hoe wij als Nederland het Songfestival vaker kunnen winnen. En dan gaan we helemaal uitpluizen wat je moet doen op het podium om daar helemaal te gek voor de dag te komen. Dat doe ik met mijn ochtendshowcollega uit Vlaanderen en tevens de grote Songfestivalcommentator daar, Peter van der Verre. En we spreken met de grote modemannen achter het festival, Diek Pothoven en Claes Iversen. Want hoe kom je nou in je outfit helemaal te gek voor de dag? Ik spreek je dan. NPO Radio 2.